24 februari 2023. Het is nu 3 uur 21 in de vroege ochtend Nederlandse tijd. Dit is een bericht gericht tot alle rechtgeaarde Surinamers waar u zich ook mogen bevinden op deze planeet. Wij roepen u, de bevolking in Suriname, hierbij op tot kalmte. Blijf binnen, blijf thuis. Kijk uit voor scenario's gefabriceerd in opdracht van Rijksoverheid Nederland, regering Mark Rutte van de VVD, minister Hoekstra, minister van Justitie natuurlijk, CDA, en uitgevoerd door regering Chandrika Prasad Santokhi, VAP. ABOP werkt ook stil mee aan dit scenario. Nogmaals, ABOP werkt ook stil mee aan dit scenario. ABOP is niet heilig. Daar is een reden voor. Ronnie Brunswijk verklaart in een live uitzending de paspoortinname van zijn broer Leo Brunswijk door Justitie Suriname. Denk daar heel goed over na. Spoel terug. Luister er nog eens een keer na. Na het terugverkrijgen van Leo Brunswijk paspoort in Suriname beweert Leo in een uitzending van Radio Standvaste te Rotterdam dat zijn paspoort nooit was ingehouden. De gebroeders Brunswijk spraken elkaar dus tegen. Nogmaals, net als dat van net, spoel terug, luister naar wat ik zojuist heb uitgelegd, laat dat goed inzinken. Surinamers in Nederland, wij moeten onze stem laten horen. Wij zijn niet gebaat aan de steeds onderdanige positie dat Nederland ons wil toebedelen. Wij werken keihard mee aan de opbouw van elk land waar wij vertoeven. Wij weten waar wij vandaan komen. Wij zijn een zelfrespecterend trots volk en houden van ons land Suriname. Waar we ook zijn op deze planeet, Suriname staat nummer 1. De Nederlandse politiek maakt er een zooitje van door zich te mengen in de Surinaamse politiek. Rijksoverheid Nederland, de regering Mark Rutte van de VVD, in samenwerking met Chandrika Prasad Santokhi, VAP, geef groen licht aan de Nederlandse mediahuizen om onwaarheden, propaganda te verspreiden ter ondersteuning van Agenda 2023. Agenda 2023 is een agenda gefabriceerd door de Nederlandse ambassade te Paramaribo in samenwerking met president Chandrika Prasad Santokhi, Mark Rutte en koning Willem-Alexander. Nogmaals, koning Willem-Alexander heeft hier weet van. Stel u zich eens voor dat niemand wist van Mark Rutte excuses op 19 december 2022. Zo zijn er tal van zaken die in ons nadeel door Agenda 23 wordt beslist. Waar enkel Mark Rutte, Chandrika Prasad Santokhi en koning Willem-Alexander van afweten. Niet te vergeten de nazaten van de 200 boeren die destijds in Suriname opereerden als slavenhouder over onze voorouders de tot slaafgemaakten in Suriname. Gezien het feit dat de Surinaamse president ontvangen wordt in Nederland waar 1. De Surinaamse bevolking destijds te kampen had met grote wateroverlast. 2. Veel zelfmoordpogingen en daden van jonge Surinamers die het niet meer zien zitten. Stel u Surinamers in Nederland uzelf de vraag hoe dat komt dat de Nederlandse ambassade te Suriname dat niet wist aan te geven aan regering Mark Rutte, CQ, koning Willem-Alexander. Die weten er allemaal van. Of wisten er allemaal van. Surinamers in Nederland, hebben wij niet meegemaakt dat de protestacties van woorden, intentie, daden van 10 september 2021 tijdens het eerste bezoek van Chandrika Prasad Santokhi aan de Nederlandse regering en koning Willem-Alexander dat veel emoties losmaakte bij de ware echte Surinamers bij de ware echte Surinaamse bevolking in Nederland. Surinamers in Nederland en overal op deze planeet, is dit ambt, instituut van president waardig? Het interview bij College Tour van Twan Huis met als gast Chandrika Prasad Santokhi zal u vast niet zijn ontgaan hoe belachelijk deze Surinaamse president zich heeft opgesteld voor de jongeren, wijzend aan de Surinaamse student Hok, hele intelligente jongen, waar deze jonge student na zijn gerichte vragen door Chandrika Prasad Santokhi, VAP aanhang, werd bedreigd. Agenda 2023. Vervolgens hebben wij meegekregen de dag van het installeren van het mislukte Diaspora Instituut in de Bijlmer. Allemaal Agenda 2023. Een agenda van de Nederlandse regering en het Koningshuis van koning Willem-Alexander.
Willem-Alexander gaat 3 jaar lang onderzoek doen. Hij weet heel goed waar ik het over heb. Boodschap aan u, koning Willem-Alexander. Suriname in Nederland, laten wij, Surinamers in Nederland, laten wij een vuist maken en Nederland terecht wijzen. Laat mijn land Suriname met rust. Willem-Alexander, laat mijn land Suriname met rust. Prinses Amalia, laat mijn land Suriname met rust. Mark Rutte, laat mijn land Suriname met rust. Minister Hoekstra, laat mijn land Suriname met rust. Surinamers in Suriname, ik vraag u broeders en zusters, laten wij stoppen met beschuldigingen die ons wordt ingefluisterd door de Nederlandse pers, zoals nu.nl, John van den Heuvel, die al achterna gezeten wordt door de internationale onderwereld, De Telegraaf, ook de Surinaamse gelukzoekers met jas en das, zoals advocaat Gerard Spong, Kathleen Ferrier, dochter van de voormalige president van Suriname, Romeo Hoost, die blijft maar doorpraten, ABOP-aanhangers die vingerwijzen naar onze mensen. Moiwana was een accident gefabriceerd, gefinancierd door Nederland, uitgevoerd door Ronnie Brunswijk en zijn Jungle Commando. Die zijn hier mede schuldig aan de dood van vele binnenlandse inwoners. Onze zwarte broeders en zusters. Dus laten wij nooit onze eigen broeders en zusters omwille van Nederland gewenste resultaten veroordelen en afslachten. Laten wij samen erkennen en weten dat de Nederlandse regering decennia lang ons land Suriname tracht te destabiliseren en te herkoloniseren. Ze willen binnenkomen als held. Nee, ze komen niet binnen als held. Ze komen binnen, of ze willen binnenkomen, wat ze niet gaat lukken, want ze gaan niet blijven, als de nieuwe, eigenlijk de oude kolonisatoren. Ons land, Republiek Suriname, is een soevereine staat. En wij laten ons niet dicteren door de voormalige achterkleinkinderen, kinderen van de slavenhouders, het Nederlands Koningshuis van Willem-Alexander, Prinses Amalia, dat wil profiteren over de ruggen van ons Surinaams volk in Suriname, hun kinderen, achterkleinkinderen en Rijksoverheid Nederland, die meer dan 300 jaar lang onze voorouders de tot slaafgemaakte van Suriname geclassificeerd heeft als vee. Die denkwijze leeft voort bij regering Mark Rutte, VVD, Chandrika Prasad Santokhi, VAP, een racistische partij, koning Willem-Alexander en prinses Amalia van het Nederlands Koningshuis. Wij roepen u, het volk van Republiek Suriname, niet de straten op te gaan om te demonstreren tegen deze Chandrika Prasad Santokhi, dat momenteel bezig is een scenario uit te voeren om zo de noodtoestand uit te roepen, uit te voeren. Mensen, dit is hun scenario, agenda 2023. Blijf binnen, blijf thuis. Verdere instructies volgen. Mijn naam is Panka, ik dank u.